Zo, in de prijzen. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, nou ja, ik bedoel Kitty. Kitty natuurlijk. En Annette, maar ik. Kitty. Maar Kitty en Annette, Kitty. Kitty, Annette. En maar ik. En Rijk natuurlijk. Rijk en Kitty en Annette. En ik en Annette. Ja, heel Nederland heeft het na de televisie kunnen zien. Hè. Het is intriest. Deze keer was het Frans Manings, die ik persoonlijk als filmmaker hooglijk waardeer. De volgende keer is misschien iemand anders. Je weet niet waar dit ophoudt. Hm? Wat betekent dit nou voor deze film? Nou, ik zie het somber in, hoor. Ik denk wel alleen maar zo aan het incident met het bierblikje toen in Lausanne. En waar is de Zwitserse filmindustrie nu? Er is toch ook geen, er is geen ene bal meer van over. Daar weet niemand meer wat van. Of zoals toen met die staaf die gegooid is in San Sebastian. En ik denk dat we zware sancties kunnen gaan verwachten, hoor. Dan denk ik dus heel concreet aan dat films nog wel gemaakt kunnen worden, wel gedraaid kunnen worden, maar daarna niet meer ontwikkeld. De laboratoria gaan dicht en geluidsjongens die hun banden moeten gaan wissen, dat soort dingen. Dat filmmakers de eerste versie van hun scenario moeten gaan verfilmen. Hè, dan. Dan weet je ook wel wat er gaat gebeuren. Het is kloten, jongens. Echt waar. Hoe moet het nu verder? Ja. Voor jou een vraag van mij weet, of hoe zeg je dat ook alweer? Ik bedoel, ik denk concreet gezien dat de Nederlandse film er 3-4 jaar mee achterop gaat raken. En dat is natuurlijk verschrikkelijk dat één zo'n kalfgooier dat voor elkaar krijgt. Het is één iemand. En die maakt er een klotezooi van. Ik heb er geen woorden voor, echt waar niet. Dank u wel.